Goeiedag dames en heren, ik ben Garnet Joep en ik ga jullie laten zien hoe je de aporocactus kunt stekken en kunt voortkweken. We kweken de aporocactus in een polytunnel green room. Dit is een ruimte waar het klimaat beheerd wordt. We hebben hier genoeg planten en het gaat om de aporocactus. U ziet hier de aporocactus vers verplant en wel. En mooi in de groei en nog niet in de bloei. Als de bloei er is, kunnen we niet stekken en verplanten. Als die in de groei is, kan dat allemaal wel. We zien hier een aporocactus in een hangmand. Deze plant kostte mij 30 euro om bij elkaar te verzamelen. We zien hier de mooie groeipunten en de oude groeipunten. De oude groeipunten zijn donkergroen en heel stevig. En de nieuwe puntjes die zijn heel licht en een beetje lichtgroen van kleur met een roze topje. Dat roze topje komt door de zon. Ja, nu pakken we natuurlijk een schaar. Een scherpe, schone schaar natuurlijk, is belangrijk. En daar hebben we natuurlijk al een voorbeeldje van een paar stekjes. We doen natuurlijk 3 stekken in 1 pot. Dus we moeten nog wat snoeien. Nu zoeken wij een takje die heel stevig is en niet aan de verse groei zit. Snoei deze precies bij de hechtpunt. Dan kan men zo mooi snoeien. Maar je kan ook de takken snoeien. Gewoon de tak door midden knippen. En uiteindelijk droogt dat takje in. En dan komt er een nieuw groeipuntje. Of een bloemetje. Dus men kan ze snoeien uiteindelijk. Wij gaan hem ook snoeien, want wij willen stekken winnen. Dus ik ga je laten zien hoe die stek eruit ziet en hoe je dat kan toepassen. We hebben een schaar, je bent op zoek naar de hechtpunt. Hier hebben we de hechtpunt. En dan moeten we er even tussen vrommelen dat we de plant zo min mogelijk beschadigen. En dan knippen wij. Het kan een beetje stug gaan, want zo'n plant is nogal erg sterk. Dus het kan helpen een goede sterke schaar te gebruiken. Oftewel een klein snoeischaartje. Maar met een gewoon schaartje kan dat ook. Het kan ook met de huiskamer en keukenmesje. Maar met een schaartje krijg je een mooie rest sneeuwwond. Doet men het met een kartelmesje, dan heb je een kans dat de wond meer gerafeld is, waardoor die moeilijker geneest of moeilijker wortelt. Hoe platter de wond, hoe beter het is. Nou, deze stekker laten we uiteindelijk even 2 weken drogen. Een week of 2 weken. Ligt hij in de zon, dan is het 1 week. Ligt hij in de schaduw, is het 2 weken. Het is namelijk zo, de aporocactus houdt van een warme, zonnige plek. Maar de stekker in de schaduw. Nou ziet men dat ik al enkele stekken heb genomen. Hier hebben we de plant met meerdere scheuten. We pakken namelijk de volwassen stengels. Stengels die volop aan de groei zijn, kunnen we niet toepassen. Want die wortelen moeilijker. We pakken dus de oude volwassen stengels. Deze wortelen makkelijker dan jonge stekken. Jonge stekken kunnen ook, maar zijn lastiger voor te kweken. Want bij jonge stekken komt heel gauw rot voor. We zorgen dus voor 2 bosjes met de aporocactus stekken. Per bosje bestaat uit 3 stuks. Nu gaan we er nog eentje zoeken. De allerlaatste. Even spieken. Even checken. Er zal vast nog wel een stekje. Ja, kijk, hier hebben we een stekje. Perfect. Nou, hier knippen we hem heel voorzichtig op de hechtpunt. Zoals men ziet, op de hechtpunt. Knip en dan is hij los. Het wondje geneest alweer, er groeien nieuwe uitlopers uit of bloemen. Dus die loopt wel weer uit, waardoor die nieuwe takjes krijgt. En zo kan je de aporocactus stekken door gewoon sliertjes af te knippen. Mocht het nou zo zijn dat de aporocactus haarworteltjes hebt midden in de tak, dan kan men ook iets onder de haarwortel afknippen. Zodat de haarwortel, die groeit makkelijker vast en dat vormt zich weer een grondwortel. Dus een oorspronkelijke haarwortel kan een grondwortel worden. Dat is belangrijk om te weten. Dus die haren of die wortels die aan de takjes zitten en die in de lucht groeien, zijn luchtwortels en die kunnen ook gebruikt worden om vast te wortelen in de grond. Nu hebben we dus 3 bosjes met de aporocactus en ze zijn groter dan aanzeker. Deze stektechniek dat betekent stengels stekken. Dat houdt in dat men in de lente en zomer kan men deze stekken nemen. In de herfst en winter moet men de plant met rust laten. Want als men dit in de winter doet, dan zit er groei er niet in. En dat houdt in dat ze niet op zelden wortelen. Dat niet alleen, in de winter kan de plant ook sneller rotten. Want de stekken kunnen niet goed droog bewaard blijven. Natuurlijk heb je in een kas een hoge luchtvochtigheid. Dat is ook wel nodig voor sommige planten. Deze aporocactus bloeit ook ergens in de zomer, geloof ik. Krijgt roze tot roodachtige bloemetjes. Het is een echte zonneliefhebber. Hier zien we een wondje zoals die hoort te zijn en een wondje die heel vers is. We zien het lichtgroene is lichtvers en dat grijzige wat je net zag is het droge. Dus als hij lichtgroen is, is hij vers en is hij grijzig van kleur, echt een korstje, dan is hij gedroogd. Zoals ik zei is de aporocactus een zonneliefhebber en houdt dus niet van natte voeten.
Het is namelijk belangrijk dat we weten dat deze plant in een plantenmand zit en in die plantenmand daar zit een zak. In die zak hebben we dus de plant geplant. Dus het is een dichte pot als het ware. Nu moeten we ervoor zorgen dat de plant niet verdronken wordt. Dus geef minder water dan dat je normaal doet. Zorg dat de potklad geheel kan oprogen tussen de gietbeurten. Alleen dan blijven de mooie cactus houden. Zet hem veel licht, heel veel zon. Krijgt die zon te weinig, wordt die lang en dun, zoals wat we zien. En dat rode op de topjes, dat houdt in dat hij weer zon krijgt. Dus het is een echte zonneliefhebber. Als hij te donker staat, wordt hij lang en dun. En als hij te licht staat, wordt hij mooi rood. Nou mensen, we zijn dus nu tot zover aan toe tot het stekken. We hebben de handschoenen aan met de rubberen binnenkant, zodat we daardoor eens een beetje beveiligd hebben. Dus de cactus kunnen ons nu bijna niet prikken. Natuurlijk kan het zo wezen dat je bij de stekken van zuilencactussen, bolcactussen, is het verstandig om een krantje of een piepschuimpje eromheen te doen en dan kun je hem vastpakken. Hele sterke dorende cactussen, die kunnen het best met piepschuim doen. Andere soorten, zoals bijvoorbeeld zoiets. Dat is bijvoorbeeld gewoon met deze handschoen te doen. Maar heeft men bijvoorbeeld, even kijken, zegt zoiets. Bijvoorbeeld een grote prikkel, dan is het handig om een papiertje of een krantje eromheen te houden. Zonder de plant te kwetsen. Dus dat is het verschil met planten. Nou, nu hebben we dus, hier zo, hebben wij drie stekken. Hier hebben wij drie stekken. Die drie stekken gaan individueel in een potje. Wat ook kan is voor een goede volle bos van een prachtige volle bloeiende plant, is alle stekken in één pot. Dus dan doe ik er zes in eentje. Dat is wat wij gaan doen. Nou, dan hebben we hier de stekken. Dan heb ik hier zo een potje met een haakje. Die kan heel mooi hangen. Die kan heel mooi zo opgehangen worden. Dan halen we even de beugel los. Dat moet zo. Druk hem iets in, we brengen hem los. Alleen normaal werk ik niet met handschoenen, want ik ben niet zo'n handschoenenmens. Maar zo, nu hebben we dus het haakje eraf, met het potje. Dan hebben we hier zo de grond. Dan heb ik hier de grondsamenstelling van brekenzand. Dat hebben we hier zo. Dit is verse brekenzand, dat houdt in dat het fijn en grof is door elkaar. Ideaal voor woestijncactussen. Dus deze grond, mensen, is ideaal. Voor woestijnliefhebbers, dus voor cactussen die van droogte houden, zoals de Vero-cactus, Melo-cactus, dat soort dergelijke. Nou, dan hebben we hier de grond en een potje. Dan hebben we hier een bak, heb ik aangemaakt met grond. Deze grond is al helemaal gemixt met brekersand en universele potgrond, meer niet. Dan gaan we die bak iets opzij. Hoppa, vullen we het potje. We gebruiken hier het grond die al een paar dagen ligt. Dat houdt in dat het lekker droog is. Stekken van de oporocactus vinden we het ook belangrijk dat het droog ligt. Stekken van de oporocactus moeten de eerste paar weken geen water krijgen. Die leven van de nevel in de kas, dus de lokale vochtigheid. Geef je ze wel water, dan kunnen ze gaan rotten. Je hoeft ze pas water te geven als ze weer beginnen te groeien. In die tussentijd enkel nevelen. Nou, we voelen gewoon het potje. Hop. Zo, dan ziet men dat ik een heel klein, ongeveer een vingerkootje dikte, dus een vingertopje, heb ik dus overgehouden, zodat we hier nog zand op kunnen leggen. Natuurlijk vinden stekken het belangrijk dat er zand op ligt. Nou, dan hebben we zo de pot met de steentjes en de stekken. Natuurlijk is het belangrijk om de onderkant van de stek, dus het snijwondje, waar het wondje zit, moet in de grond. De andere kant is eigenlijk de groeipunt. Dus, als we zo'n stekje laten zien, dan zien wij dat er een heel klein droogpuntje is. Hij is nu mooi ingedroogd. We zijn ongeveer 4-5 dagen verder na het snoeien van de plant. Dus we pakken een bosje bij elkaar. We hebben ze al goed als lange stekken, als korte stekken, dunne en dikke. Dus we hebben van alles wat. We zetten alles in één pot voor een volle plant. Dus deze zetten we aan deze kant. Graaf een gaatje met je vinger, zodat je wat ruimte hebt. Leg ze erin. Zo. Er komt een brekersand bij, dus we vullen hem nog op. Nou, natuurlijk doen we dat ook met alle andere stekken. Natuurlijk, ik zelf ben een liefhebber van cactussen. En dat houdt in dat ik liever volle bossen heb. Ik heb liever een volle plant dan een heel klein plantje en heel skeer. Dus we zorgen ervoor dat we twee bosjes bij elkaar hebben. Twee individuele takjes. Zodat ze mooi bij elkaar kunnen wortelen. Mocht de ene het niet redden, dan haalt de andere het wel. Zo, en die zetten we precies daarnaast. Beetje aan die kant. Hop.
Nou houdt het in dat ik twee plantjes bij elkaar heb, ongeveer 3 tot 5 centimeter afstand in zo'n klein potje. Meer dan voldoende. Zorg ervoor dat de plant niet helemaal tegen de rand geplant wordt. Het is lastig met water geven als ze volwassen worden, want dan heb je aan de binnenrand van het plastic, van de pot, heb je uiteindelijk geen aarde en dan kunnen wortels lucht ophopen. Dus het is niet goed en dan kunnen beestjes aantrekken. Nou, dan hebben we nog twee stuks te gaan en die ook gaan die met de onderkant in de grond. We graven hier nog één gaatje en dan zetten we ook die erin. Zorg ongeveer dat je ze twee vingerkootjes diep in de grond zet. Dat is het meest belangrijke. Zo. Nu hebben we dus de aporocactus in de vol, wou ik zeggen. Het is wel wat lastig met handschoenen. Ja, het is wel het beste. Zo, nu hebben we dus de plant in de pot, in de lichtjes, en nu ongeveer zo'n stukje in de grond. Nu gaan we het aanvullen met brekenzand. Brekenzand, zoals ik zei, heb ik hier. Het is ideaal ook voor de oppervlakte om wortelrot te voorkomen. Nou, nu hebben we dus zo dat potje. En dan gieten wij heel voorzichtig over de oppervlakte. Zodat de strontjes mooi dicht liggen. Hoppa. Nu is het even schudden. Zo. Even begeleiden. Even aandrukken. Want je wil natuurlijk wel een paar mooie volle bossen. Hop. Zo. Hoppa. En zo heeft men één plantje. Zo heeft men één plantje die mooi in een potje zit, die mooi aan de rondte gaat groeien. Wat je kan doen als die aangegroeid is, om een grote lange stek door midden te knippen. Nu is het dus het geval dat we dus het plantje in de aarde hebben. Nu gaan we weer de beugel eromheen doen. Dat doen we gewoon een klik, klik en klik. Zo. Nu hangt hij dus vast met een labeltje. Dat labeltje was ook van de aporocactus. Dit was het oude potje van deze plant. Deze plant, mensen, heeft in dit potje gezeten. Dus we hebben die verpot en we hebben hem tevens gestekt. Dat is prima te doen. Dus deze pot, mensen, die zetten we op een hele lichte, zonnige plek. En ik hang hem voor de zekerheid hier. Hoppa. Zo. Zo steken wij dus de aporocactus, mensen. Toppie! Dankjewel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En adios amigos. Doei!